scheppingsverhalen. Al duizenden jaren zijn er verhalen over hoe de mensheid ontstaan is. Veel verschillende geloven hebben hun eigen scheppingsverhaal. Zo vertelt de Bijbel over Adam en Eva en de Koran vertelt over hoe de eerste mensen uit aarde zijn geschapen. Deze verhalen staan in boeken, maar er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voordat het ook zo echt gegaan is. Wat in veel scheppingsverhalen bijvoorbeeld terugkomt, is dat er diersoorten geschapen zijn en dat niet alle dieren vanuit één soort zijn ontwikkeld, zoals je bij de evolutietheorie ziet. Op een gegeven moment kwamen wetenschappers in de 18e eeuw erachter dat fossielen van sommige dieren langzaam veranderden. Dit was een van de eerste aanwijzingen dat de wereld misschien niet precies zo is ontstaan als veel scheppingsverhalen beschrijven. Later ontwikkelde Darwin de evolutietheorie verder. Over het algemeen kun je de mensen verdelen in twee groepen. Creationisten en evolutionisten. Evolutionisten geloven dat al het leven op aarde is ontstaan vanuit één cel, terwijl creationisten geloven dat er een schepper bij betrokken was. Hoewel er wel wat bewijs is voor de evolutie, is ook deze theorie nooit compleet bewezen. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.